Dit is hoe je een toonbocht van een Oticon hoortoestel vervangt. Trek eerst zachtjes het oorstukje van de toonbocht af. En zorg dat je een dun naaldje bij de hand hebt. Aan de zijkant bovenin het hoortoestel zit een klein zilver gaatje met een klein zilver pinnetje. Met de naald duw je het pinnetje uit het gaatje. Let op dat het pinnetje niet wegspringt. Je kan nu de toonbocht eruit schuiven. Dan pak je een nieuwe toonbocht en deze schuif je in het hoortoestel. Stop vervolgens het pinnetje weer in het gaatje en duw het aan.